Vandaag is Kunststof op locatie. Vanuit Spui 25 in Amsterdam, waar vanavond de Socratesbeker zal worden uitgereikt. Een gesprek met een genomineerde over de urgente thema's in hun vakgebied. En wie schreef het meest oorspronkelijke en prikkelende filosofieboek van het afgelopen jaar? Kunststof. Uw presentator is Andrew Magica. Ja, wie ook. Ja, u mag applaudisseren, dames en heren. Dus, jongen, jongen, jongen. Oh, mijn gunst. Nou, dat hebben we goed geoefend zojuist. Live vanuit Spui in Amsterdam. Spui 25 in Amsterdam. Mijn naam is Andrew Makkiga. Dit is Kunststof in een speciale editie. Want wij staan stil en zijn geheel gewijd aan de Socratesbeker. De prijs voor het beste Nederlandse filosofieboek van afgelopen jaar. En straks eindigen we deze uitzending met juryvoorzitter Pieter Pekelharing, die de winnaar bekend maakt. Maar eerst wil ik u toch even de namen geven van de 5 genomineerde auteurs. Marta Kleijs, Maxime Februari, Stefan Simons, Jenny Slatman, Ingrid Robijns zijn allen genomineerd. En ook daarvoor alvast een groot applaus, iedereen. Dan is het ook nog zo dat Marta, Jenny en Ingrid allemaal hier in de studio zijn in Amsterdam. Maxime kan er niet bij zijn. En Stefan is in, volgens mij, de Verenigde Staten. Hallo, hallo. Hallo, ja. Goed. Goedenavond iedereen. Ja, goedenavond. Welkom. Fijn dat je zo digitaal bij ons kunt zijn. Bij de meest urgente en oorspronkelijke en prikkelende prijs voor een filosofieboek. Of ja, een prijs voor het meest oorspronkelijke prikkelende filosofieboek van het jaar. Het is maar net hoe je het wil zeggen. Eventjes aan jullie allemaal een vraag over prikkelend gesproken. Stefan, om met jou te beginnen. Stefan, zijn dat kenmerken waar je op let als je aan een onderwerp begint? Urgent, prikkelend. Ja hoor, zeker. Je wilt toch altijd een beetje starten van een maatschappelijke kwestie, van een vraag die je ook in de samenleving terugvindt. Dus dat is zeker een eerste stap, dat je filosofie probeert te betrekken op een concrete leefwereld. Ja. Is het beginnen voor jou moeilijk? Niet echt. Nee, eigenlijk is het begin is misschien nog het makkelijkst, omdat je ideeën dan nog fris zijn en dan heb je ze nog niet helemaal uitgewerkt. Dus dan weet je nog niet waar dat je precies zal tegen aanbotsen. Dus eigenlijk loopt het in het begin wel vrij vlot, ja. Marta, hoe is dat bij jou? Ik zou Stefan wel bijtreden. Ik denk de eerste fase is een soort van de laat alle ideeën maar los fase. En die kan heel stimulerend zijn. Het kan nog alle richtingen op. Het wordt pas moeilijk als het concreet in boekvorm moet op papier komen. En wanneer je de argumenten hard moet maken, hè, dat is het echte werk, denk ik. En hoe lang ben je dan ongeveer al bezig als het dat moment bereikt is? Ik heb mijn boek geschreven naar aanleiding van een proefschrift. Dus 4 jaar. Ja. En het boek zelf is dan nog eens een jaar later verschenen. Dus dat is wel een tijdje. Ja, het is geen wedstrijd. Het is wel een wedstrijd, maar niet een wedstrijd wie het langst heeft gedaan. Maar Ingrid, 10 jaar lang heb je verdiept in deze thematiek, hè? Dus dat, ja, ik werk op deze thematiek al 10 jaar. Maar het boek zelf heb ik in een periode van een aaneengesloten periode van 1 jaar geschreven. Ja, en ook, ja, ja. Verder? Nee, maar dan heb je dus echt gewoon, omdat je je dan kan concentreren, dan kan het ook als er druk achter zit van de uitgever. Maar inderdaad, je hebt echt tijd nodig en vooral ook de mogelijkheid om te concentreren, om te kunnen schrijven wat in deze wereld soms een opgave is, om die te vinden. Ja, gewoon omdat er zoveel. De meeste mensen hebben ook nog wel een baan, of hebben kinderen, of hebben zorgtaken, of hebben, wat hoorden we net, belastingsformulieren in te vullen. Dus er zijn 101 dingen die we moeten doen. En om te schrijven heb je concentratie nodig. En is er een stemmetje in je hoofd die zegt, dit is wel prikkelend of niet prikkelend genoeg of urgent? Dus ik denk dat het ook niet goed is dat we het hier allemaal over alles eens zijn, want dan geven we een verkeerd beeld van de filosofie. Dus ik zou het hier oneens mee willen zijn. In de zin van, ik denk dat trouwens mijn boek, ja, de ene lezer vindt het vanzelfsprekend, de andere vindt het schandalig. Dus in dat opzicht denk ik is het prikkelend. Maar er zijn volgens mij heel veel boeken geschreven die ook echt heel veel filosofische waarde hebben, die misschien niet noodzakelijk prikkelend zijn. Maar eigenlijk zou ik de filosofische vraag willen oproepen of opgooien. Wat bedoelen we hier met prikkelend? Jenny. Ik moonwalk uit alle discussies die filosofisch zijn. Ik ben gewoon de doorgeefluik. Ik zal het antwoord dan maar geven. Ja. Wat is prikkelend? Ja. Nee, ik weet het niet. Als goed filosoof weet ik daar natuurlijk geen antwoord op te geven. Nee, spijt me. Nou ja, Nee, goed. Nou ja, prikkelend. Ik denk,
Ik denk meer in termen van relevantie. He, dus inderdaad, je filosofie is voor mij wel een soort duiden van de hedendaagse gekte, werkelijkheid. Dat je een beetje kunt uitzoomen of inzoomen. He, dus dat je dingen die gebeuren op een bepaalde manier kunt duiden, waardoor ze net iets duidelijker worden. Ja, ja. En dat duidelijker worden of net een twist aan kunt geven. Soms kunnen mensen er ook om lachen misschien even. Of er kan net iets zijn van, hey, dat is nou eens op een andere of leuke manier of een venijnige manier gezegd. Ja, ben je daar dan ook bewust mee bezig zelf? Als je... Nee, maar soms is er wel eens dat er iets invalt. Dan denk ik, ja, yes, ja? That's it. Of zo, maar dat is meer een gevolg van schrijven bij mij. Tenminste, dan er gebeuren ook dingen tijdens het schrijven. Ja. Tenminste, bij mij. Ik weet niet hoe het bij anderen zit. Dan gaan we zo ongetwijfeld horen. Ja. We gaan eerst nog even naar Marta. Naar het eerste boek. Marta Kleij schreef vanuit haar persoonlijke twijfel een boek over de emotie trots. Ze beschrijft de verschillende houdingen die ten grondslag liggen aan trots, zelfwaardering, zelfrespect en zelfliefde. Terwijl ze begon met een negatieve blik op trots. Als een bron van polarisatie en strijd ontdekte ze gaandeweg dat trots ook een belangrijke rol speelt in de emancipatie van minderheden. Heel interessant allemaal. Waarom had je eigenlijk zo'n negatieve kijk op trots? Ik denk eigenlijk dat veel mensen dat hebben. Ik weet het niet, misschien moeten jullie mij tegenspreken, maar zeker, ik kom uit Vlaanderen en dat horen jullie wel. En daar leeft zo'n beetje het idee, je hoeft niet te speciaal te doen of je moet niet boven het maaiveld uitsteken. En trots is eigenlijk een emotie die is voor mensen die zich heel erg belangrijk voelen of voor grote ego's. En ik dacht dus eigenlijk, als jij, Jenny, zegt, tijdens het schrijven ontdek je nog dingen of zijn er zo spannende momenten? Ja, bij mij was het spannende dat mijn eerste hypothese eigenlijk veranderd is. Dus ik dacht, beginnende aan het thema, ik ga hier een heel sterke argumentatie tegen trots geven. En ik ga zeggen dat trots is voor hebzuchtige wereldleiders die hun imperium te groot willen maken en oorlogen starten. En gaandeweg begon ik eigenlijk te beseffen, als ik dat zeg over trots, dan moet ik ook zeggen dat zoiets als een gay pride of een black pride of al die andere bewegingen van trots, dat die ook te maken hebben met een soort grootheidswaanzin of ego. En dat wilde ik eigenlijk niet zeggen, want ik denk dat daar iets heel waardevols zit. Ik denk dat trots daar eerder de functie heeft van een gelijkwaardige plek opeisen, menswaardige behandeling vragen, jezelf iets waard voelen als mens. En dat wens ik uiteindelijk wel iedereen toe, die vorm van trots. Ja. Maar waar kwam het dan bij jou vandaan, eigenlijk, dat je hiermee bezig wou houden? Je vroeg daarnet van, moet iets je prikkelen om er in te duiken? Bij mij zeker wel. Ik denk dat veel filosofen een onderzoek beginnen vanuit een soort persoonlijke vraag, vanuit iets waar ze zelf niet echt vat op krijgen. En ik had dat dus heel erg met trots. Dus ik dacht, enerzijds had ik dat idee van, je moet vooral bescheiden zijn en je moet niet te veel staan blinken. En anderzijds merkte ik, dat ik ergens ook zelf wel op zoek was naar erkenning. Dat ik het ook fijn vond als mensen mij waardeerden voor iets. Dat trots misschien ook wel ergens nodig was. Ik zag het tegelijk in de maatschappij. Ik zag al die bewegingen, de Proud Boys, waar trots tot de kapitoolbestorming leidt, maar ook de Gay Pride. En ik dacht, waarom hebben we het hier nog niet over? We hebben het over zoveel emoties wel, en die trots die lijkt zo wat te frivool om het erover te hebben, terwijl het zo belangrijk is. Dat ben je gaan doen. En we hebben misschien de neiging om emotie als trots bij onszelf te houden en er eigenlijk niet mee te koop te lopen, zeg je ook wel. Maar dat is onhoudbaar. Waarom is dat onhoudbaar? Ik denk dat überhaupt het denken dat een emotie iets privés en iets wat je alleen maar op jezelf doet, dat überhaupt al onhoudbaar is. Ik denk dat een grote misvatting is om te denken dat een emotie iets is wat je misschien met je naaste bespreekt of thuis ervaart, maar vanaf dat je dan de wereld ingaat, dat die emoties geen rol meer zouden spelen. En zeker wanneer het belangrijk wordt, dus als we aan politiek doen, dan denken we dat we daar emoties buiten kunnen houden of dat die daar niet horen omdat ze ons onredelijk zouden maken. Ik denk dat we daarmee een inschattingsfout maken over hoe het werkt. Ik denk dat emoties
ook buiten de persoonlijke sfeer een heel grote invloed kunnen hebben op hoe we ons politiek gezien gedragen, op wie dat we stemmen, op welke keuzes dat we maken. En dan kunnen we dat maar beter ook inzien en bespreken dat dat gebeurt. Dat woede mensen op straat brengt, dat trots mensen op straat brengt, dat angst ervoor zorgt dat we misschien behoudsgezind gaan stemmen. En al die mechanismen die kunnen we niet bespreken als we blijven denken over emotie als iets privé en ook iets ja, wat het redelijke denken eigenlijk in de weg staat. Ik denk dus dat dat niet zo is. Dankjewel. Ons eerste boek, Trots. Jenny Slatman schreef een boek over nieuwe lichamelijkheid. Over hoe het lichaam veel te lang beschouwd is als een afgesloten geheel. Terwijl het eigenlijk bezien moet worden in relatie met de buitenwereld. Haar tweede boodschap is dat de gezondheidszorg, maar vooral eigenlijk een normaal geld dat te weinig ruimte laat voor diversiteit. Zwarte lichamen worden gehinderd in een witte wereld. Vrouwenlichamen worden afgeremd in een misogyne wereld. En dikke of zwaarlijvige lichamen passen niet in een vliegtuig. Dat is nogal wat. Je vindt dus dat het individu te weinig in samenhang met zijn omgeving wordt bekeken. Wat bedoel je precies, Jenny? Wat bedoel ik precies? Misschien met een voorbeeld? Ja. Nou ja, het is, kijk, wat ik ook zeg, hè, dus dat denken het individu, dat leg ik een beetje in de geschiedenis van de geneeskunde. Ik zeg van het probleem is allemaal begonnen toen zeg maar, men ziekte is gaan gelijkstellen met anatomie. Dus dan, als jij ziek bent, dan is er iets fout in jouw lichaam ergens. Dus dan krijg je dus het idee van we gaan zoeken in dat individu. He, daarvoor, en ook in de Chinese geneeskunde, was dat helemaal niet het idee van ziekte. Dan was er juist iets mis met jou en de kosmos, et cetera. Maar goed, dus dat is de moderne anatomie die zegt van oké, de ziekte zit in je lichaam. Het is dus een probleem van het individu. En we moeten ook het individu moet het ook oplossen. He, dus dat is dan het idee. In plaats van dat je gaat denken van wat is de relatie tussen zo'n lichaam en de omgeving. Is het nog te abstract? Nou, nee, ga dan iets verder. Wat ik zei is, het individu staat te weinig in samenhang met zijn omgeving. Wil je dan terug naar die oude manier van denken? Nee, zeker. Nee, juist niet. Okay. Nee hoor, helemaal niet. Maar je kijk, een voorbeeld van obesitas bijvoorbeeld. Hè. Ik vind obesitas eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Heel vaak wordt gezegd, hè, mensen die te zwaarlijvig zijn, van het probleem ligt bij de mens die te zwaarlijvig is. Ja. Dus die moet afvallen, et cetera, et cetera. Nou, dat is maar zeer de vraag hè, van of dat kan. Hè. Als mensen heel zwaar zijn, dan lukt het helemaal niet. Dus de oplossing heel vaak is inderdaad, je moet groter meubilair hebben. Nu kijk je bij mij. Nee, ik luister. Maar kijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen, obesitas zou je ergens een beetje kunnen vergelijken met armoede. En armoede is een systemische probleem. Hè? Ja. Kijk, Thatcher die zei begin jaren 80, als iemand arm was, ja, dat is het probleem van het individu. Maar dat accepteren we toch niet. Hè? Dat is ook een probleem van de samenleving. Hetzelfde kun je een beetje zeggen van obesitas. Hè? Dat probleem komt ook wat ons allemaal door de strot geduwd wordt, zeg maar. Hè? En hoe wij leven met z'n allen. Dus dat is niet een probleem van het individu zelf. Dus als ik zwaarlijvig ben en ik kan het vliegtuig niet in omdat de stoel te klein is, dan is dat niet mijn probleem. Nou ja, op dat moment dus wel, omdat er alleen maar kleine stoelen zijn. Maar jij zegt er moet een oplossing komen. Ja. Het voorbeeld van de vorige keer waren we hier ook. Er was een mevrouw in een rolstoel en die kon het podium niet op. En dan kun je zeggen van ja, dit is het probleem is dan de mevrouw in de rolstoel. Maar je kunt ook zeggen het probleem van het podium. En dat zeg ik dus. Kijk, en ik heb het dan over al die dingen waar mensen dus gehinderd worden. En dat is zowel voor ziektes als beperkingen. Maar dat kan ook voor gender of huidskleur zijn. Van wij zeggen telkens van dat ligt bij het individu. Die het moet veranderen. Maar heel vaak kan dat helemaal niet. Hè? En is het juist dat je zou zeggen van nee, de omgeving of de ander of de infrastructuur moet veranderen. Ja, dus jij bent een witte vrouw. Ik ben een witte vrouw. Ik ben een zwarte man. Ja. Wij gaan naar de dokter. We hebben dezelfde klacht. Ja. Is er verschil? Sowieso natuurlijk dat ze verschil. Ja, maar in hoe we behandeld worden. Ja, zeker. Nou, er zijn verschillende zaken die natuurlijk. Wat ik ook aangeef in het boek, hè, dus dat idee van het individuele lichaam is ook vaak een standaard lichaam. Nou, en de hele anatomie is dat gewoon het witte lichaam, mannenlichaam. Zoek maar eens op, hè, bij je dokter op het bureau staat een torso, die is wit.
man. Goed, kun je zeggen, nou, wat maakt het uit? Nou, het maakt heel veel uit. Wat interessant is voor mensen met een zwarte huidskleur, is bijvoorbeeld al dat er meetapparatuur is die niet getest is op de zwarte huid. Ik hoorde dat er tijdens corona met die zuurstof... De pulsmeter. Ja, dus, nou, dus de saturatiemeter. Ik heb ook gehoord van een bevriende Afrikaanse man die oncoloog is, dat hij liet een keer in het ziekenhuis 20 slides zien. Ja. 10 van zwarte huidtypes, 10 van witte huidtypes. Ja. En die oncologen daar konden niet herkennen wat voor soort huidkanker het was in een multiculturele stad dus, in Nederland. Nou ja, dus dat is denk ik, dus die meters op de huid, hè, die hebben natuurlijk heel direct met huidskleur te maken. Nou ja, dat is ook het enige verschil tussen zwart en wit, denk ik, dan de huidskleur. Ja. Want er is natuurlijk verder geen biologisch verschil. Maar, en dat is nog, dat heb ik trouwens niet in mijn boek, maar dat is ook een ander voorbeeld, dat is de spirometer. Dat is een longfunctie. Als jij als zwarte man een test gaat doen voor je longen, wordt de machine, ja, in Nederland weet ik niet, maar in Amerika wel, die wordt anders ingesteld. Want men gaat ervan uit dat jouw longvolume als zwarte man lager is dan van een witte man die even groot is als jij. En hoe erg is het voor vrouwen? Want je bent een vrouw, je hebt het boek geschreven. Ja. Hoe verschrikkelijk of goed of slecht is het ingesteld, de medische wereld voor vrouwen? Kijk, het is ook nog, ik ben niet alleen een vrouw, ik ben nog een postmenopausale vrouw. En dan begint ellende pas goed. Ja, dat is. Nee, maar ga verder. Ja. Ja, we gaan niet in details treden. Maar kijk, heel veel medicatie wordt dus getest. Het begint al bij de muizen. En die labs, denk je dat er vrouwenmuisjes rondlopen? Verschrikkelijk. Nee. Nee. Waarom lopen er geen vrouwenmuisjes? De lab, mensen in het lab, die zeggen, ik wil een stabiel model. Geen hobbel-de-bobbel-de-bobbel, hormonaal schommelend model. Dus we pakken een mannetjesmuis. Want we willen precies zien wat dat medicijn doet. Nou, dat is de muizenstadium. Vervolgens neem je iets stabieler mensenmodel. Een man tussen de 18 en de 35. Vaak een witte. Hè? Dus een witte mens, man. Nou, je snapt wel. Dus en op een gegeven moment dan schatten ze een beetje van, nou, die vrouw is een klein beetje kleiner dan zo'n man. Doe een klein beetje andere, mindere, hoe zeg je dat, dosering. Maar goed, en dan is die vrouw opeens, begint hij nog meer te schommelen met de... Kortom, het is, we lachen er een beetje om, maar het is eigenlijk heel erg. Ja, het is ernstig. Dus er zijn heel veel medicijnen die bij vrouwen niet goed werken. En als ze bijvoorbeeld voor je menopauze wel werkt, dan daarna niet. Bijna geen enkele medicijn wordt een postmenopausale vrouw getest. Ik hoor het pleidooi. En ik hoor ook een nieuw boek. Het is zeker prikkelend. We moeten samen actie ondernemen. En het is urgent, Jenny Slaatman. Ja, ja. Wij gaan naar de digitale snelweg. Stefan, je luistert mee. Zou je nog iets aan Jenny willen vragen? Ook als man? Ik zie een heel duidelijk bruggetje met mijn eigen interesses en de aanleiding van mijn eigen boek. Want de vraag die ik zou kunnen stellen is inderdaad, als je die lichamen op deze manier uitsluit, en je spreekt over een systemische discriminatie of een aantal belemmeringen die voor zwarte lichamen, voor vrouwenlichamen, voor zwaarlijvige lichamen worden opgeworpen. Mijn vraag zou zijn, heeft het ook te maken met een aantal idealen die in de samenleving leven en die in de samenleving eigenlijk worden gekoesterd en die daardoor ook eigenlijk in onze geesten binnendringen en die eigenlijk ons denken ook een beetje in die richting duwen dat die lichamen als buiten de norm vallend worden beschouwd of zo. Dus dat is eigenlijk een beetje waar mijn boek start. Dat het te maken heeft met een foutieve invulling van bijvoorbeeld schoonheidsidealen, waardoor de notie van schoonheid volgens mij zelf een klein beetje besmeurd is geraakt, een beetje problematisch is geworden. Dat is een mogelijke brug, denk ik, met het boek waar jullie net over aan het praten waren. Dus hoe ziet zij, Jenny, de rol van idealen en van ook bijvoorbeeld de reclamecampagnes of marketingcampagnes die in een kapitalistische samenleving, een neoliberale samenleving, zo heel veel impact hebben. Ja. Kort antwoord, anders. Het interessantste natuurlijk, ik spreek in mijn boek over een normaal lichaam. Hè? En normaal heeft natuurlijk twee betekenissen. Enerzijds is dat zeg maar het gemiddelde lichaam. En dat zie je natuurlijk vaak in de kleding en zo. Hè? Dus dat zie je dat wel terug en ook in de stoelen. Maar daarnaast kan normaal natuurlijk ook betekenen de norm van het ideaal. En wat ik zou zeggen in de geneeskunde is de norm dus de witte man. Hè, dus dat, en het is ook die ideaal, dat zit dus ook bijvoorbeeld ingebouwd in de apparatuur van de artsen. Hè, bijvoorbeeld dus die norm is niet alleen maar iets abstracts, maar die wordt gematerialiseerd in allerlei zaken.
Dus ik heb het verder in dit boek niet zozeer over schoonheidsidealen gehad, maar natuurlijk kun je naar die zaken ook kijken. Dat kan ik kunnen zo'n vervolg opschrijven eigenlijk. Nou, misschien. We hebben al meerdere vervolgen, dankjewel. Okay. Maar terug naar Stefan. Hij schreef een boek over schoonheid. Hij verkent alle hoeken en gaten van de geschiedenis van de wijsbegeerte en van de kunstgeschiedenis. Zijn premisse is dat schoonheid in het verdomhoekje terecht is gekomen. Hij wil haar rehabiliteren. Gaat je boek over schoonheid of eigenlijk over kunst? En zo ja, wat is het verband tussen die twee, Stefan? Het gaat eigenlijk een beetje over de twee. En er is zeker een verband. Hè. De schone kunsten, dat is een uitdrukking die we vaak gebruiken, schone kunsten. Maar het lijkt eigenlijk alsof alle kunst dan schoon hoort te zijn. En mijn boek start eigenlijk bij de observatie dat dat niet zo is. Dat je vanaf pakweg eind 19e eeuw heel veel kunstenaars ziet opduiken die heel uitdrukkelijk willen breken met de zoektocht naar schoonheid. En die eigenlijk juist de lelijkheid of het sublieme zijn twee concepten die ik een beetje probeer te beschrijven en die eigenlijk niets met schoonheid te maken hebben. Zeker de lelijkheid is het tegenovergestelde van schoonheid, maar ook het sublieme is toch iets anders. Er zien heel veel kunstenaars ontstaan en ook nog in de 20e en de 21e eeuw actief blijven die schoonheid aan de kant schuiven en die een heel andere impact willen hebben op de kijker of de luisteraar. Het gaat eigenlijk over heel veel verschillende kunstgenres. En daardoor kan je zeggen dat de kunst eigenlijk ruimer gaat dan de schoonheid. Ja. Dat is een eerste hoofdstukje en dat gaat dan over wat ik het Museum voor Niet-Schone Kunsten heb genoemd. Hè. Aan de hand van kunstenaars en filosofen verken ik hoe je kunst kan maken die breekt met schoonheid. Maar eigenlijk is het meest basale dat ik toch wil doen, is een lans breken voor die schoonheid. Ik denk dat ze vandaag vaak, zoals je zegt, in de verdomhoek is terechtgekomen, omwille van onder meer die problematische idealen die opgang hebben gemaakt in de samenleving. Maar ik wil toch verdedigen, ik wil toch eigenlijk een pleidooi houden voor de menselijke noodzaak om schoonheid te zoeken en te vinden en daarvan te genieten. Want ik denk dat schoonheid iets is waar we eigenlijk altijd wel behoefte aan hebben en dat we ook op heel moeilijke momenten in ons leven eigenlijk kunnen gebruiken als een bron van troost, een bron van hoop. En er zijn een heel aantal getuigenissen van auteurs, van kunstenaars die toch die schoonheid hoog in het vaandel blijven dragen. En ik probeer dan door de geschiedenis zicht te krijgen op wat het juist is. Hè. Dus je hebt eigenlijk al bij Plato heel vroeg in de westerse geschiedenis heel veel theorieën rond schoonheid. En ik probeer die te reconstrueren tot de 20e eeuw. Okay. En met een aantal grote protagonisten zoals Kant daar nuances in te brengen. Sorry dat ik je onderbreek. Toch even om het klein te maken, want je hebt het over schoonheid en daar hoort dus ook lelijkheid bij. Licht, duisternis. Ik heb je gewoon simpele voorbeelden van wat nou lelijk is en wat nou schoonheid is? Ja, zeker. In de kunst bijvoorbeeld heb je zeg maar iets, een muziekstuk gecomponeerd door Arnold Schönberg. Dat is een belangrijke Oostenrijkse componist uit het begin van de 20e eeuw. Als je daarnaar luistert, naar die composities, mooi zou je dat niet kunnen noemen, denk ik. Ik denk ook dat de componist het zelf niet mooi zou willen noemen. Maar betekent dan dat... Ja, dat is atonaal, een 12-tonen-systeem. Wil dat dan zeggen dat het niet interessant is? Nee, allerminst. Het is juist heel uitdrukkelijk niet schoon, omdat het iets wil zeggen over, zou je kunnen zeggen, de chaotische omgeving waarin we dagelijks eigenlijk ons leven leiden. En kunst in die 20e eeuw wil heel erg aansluiten bij onze leefomgeving, bij die samenleving. En als die niet mooi is, zeggen kunstenaars, ja, dan willen we ze ook niet verschonen. Dan willen we ze ook niet als mooi voorstellen. Want als we dat wel doen, ja, dan zijn we eigenlijk een beetje escapistisch of dan zijn we in een illusoire, imaginaire wereld aan het stappen, terwijl een kunstenaar volgens heel wat belangrijke filosofen toch de opdracht heeft om ons een spiegel voor ogen te houden. En in een lelijke wereld moet je dan lelijke kunst maken, zou je dan kunnen zeggen. Nou, mooi gezegd. Dank je wel. Ja, veel stof om over na te denken. We gaan even luisteren naar de hoofdpunten van het NOS-journaal van 7:30, gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1.
Israël bevestigt dat 3 zonen van Hamas-leider Haniyeh bij een luchtaanval in Gaza zijn gedood. Volgens Al Jazeera waren de zonen en een aantal kleinzonen onderweg naar familie om het einde van de Ramadan te vieren. De president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, heeft bij de parlementsverkiezingen een grote nederlaag geleden. Zijn conservatieve partij PPP krijgt veel minder zetels dan de oppositie onder leiding van de progressieve Democratische Partij. Yoon Suk-yeol krijgt veel kritiek vanwege de gestegen prijzen in Zuid-Korea. Een jongen van 14 uit Leidschendam is vannacht aangehouden bij het huis van een loodgieter in Vlaardingen vanwege aanslagen op die woning. Vrijdag werden er ook al jongens van 15 en 16 jaar opgepakt. Voor de aanslagen is inmiddels een Rotterdammer van 27 veroordeeld tot 2 jaar cel. De Nederlandse tennisters hebben ook hun 3e en laatste groepsduel voor de play-offs van de Billie Jean King Cup gewonnen. Na eerder Turkije en Letland versloegen de Nederlandse vrouwen het gastland Portugal. Het werd 2-1. Kunststof. Andrew Makkinga. U luistert naar Kunststof. Deze uitzending is geheel gewijd aan de Socratesbeker. De prijs voor het beste Nederlandse filosofieboek van het afgelopen jaar. We komen live vanuit Spui 25 in Amsterdam. En ik sprak zojuist al met Stefan Simons vanuit het buitenland over zijn boek Schoonheid. En ik vroeg hem naar voorbeelden van wat dan lelijk is. Nou, atonale muziek is besproken. Maar dan moet ik natuurlijk ook Stefan horen, wat is nou mooi? En als laatste vraag ook, hoe kunnen we meer ruimte maken voor die schoonheid? Ja, dat is natuurlijk de vraag van 1 miljoen. Hè. Wat is schoonheid? En ik heb me er een beetje makkelijk van afgemaakt door te beklemtonen dat schoonheid steeds te maken heeft met een zekere, in het Frans uitgedrukt, je ne sais quoi. Een zeker mysterie, een beetje een enigma. Dus dat wil zeggen dat je schoonheid nooit kan definiëren, maar dat dat misschien ook net de sterkte is van die schoonheidservaring. Dat het iets is dat ons voor even verlost van die zoektocht naar kennis, dat verlangen naar definities en naar een zekerheid. Ik denk in een schoonheidservaring koester je precies een beetje die sluier van het mysterie, dat gebrek aan zekerheid. Ik wil horen wat je mooi vindt, joh. Als je de deur open doet en je loopt naar buiten, dan zie je de zon of dan zie je iemand of een auto of een schilderij. Wat is het voor jou? Heel veel, hè. Dat gaat van het gezicht van mijn geliefde en mijn zoontje tot een mooi gebouw of tot een mooie boom of een stukje natuur. Dankjewel Stefan. Het is een beetje flauw. Het is natuurlijk ook zo als je het zegt, maar goed, de tijd, hè. We moeten door. Dankjewel. Ingrid, als jij dit hoort, Ingrid Robijns, zijn er dan vragen die bij jou opkomen of gedachten? Ja, nu dat we een echte kenner aan de lijn hebben over schoonheid, wil ik de kans grijpen om een vraag te stellen die ik mij al vaak heb afgevraagd. En dat is, als je schoonheid in de publieke ruimte hebt, bijvoorbeeld kunst, een standbeeld, of waar ik zelf heel erg gecharmeerd van ben, gedichten op muren in de openbare ruimte of muurschilderingen, dan is mijn vraag aan Stefan, die emotie die ik voel, namelijk dat dit iets bijzonder heeft omdat het in de openbare ruimte is, kan je dat duiden? Ja, ik vind dat ook heel vaak treffend, hoe als je in publieke ruimte een hedendaagse kunstwerk of een poëzie binnenbrengt, dat je dan een extra laag toevoegt, dat het een ander effect heeft dan een kunstwerk tegen een witte muur in een museum of een galerieruimte. Ik denk dat het te maken heeft met een beetje het idee dat je dan de participatie van een heel divers publiek automatisch mee in je project binnenbrengt. Hè. Als je het op straat, op een plein toont, dan weet je dat het gezien wordt door zoveel verschillende ogen, dat het kan worden geapprecieerd door zoveel voorbijgangers. En voor mij is dat eigenlijk een extra dimensie die ik erg belangrijk vind. Dat het kunstwerk dan niet op zichzelf staat, dat het niet los staat van de gebruiker. En in goede publieke kunst slaag je erin om eigenlijk een mooie dialoog te hebben met de architecturale context en met dan precies die stadsbewoners. Dat vind ik een heel belangrijk een aandachtspunt voor heel veel urbanisten en stadsplanners. Interessant. Dankjewel. Ja. Marta, anderen nog? Ik had net een vraag.
Maar ik ben hem weer kwijt. Nou, maar dat maakt niet uit. Ik dacht niet dat ik nog aan bod ging komen. Nee, dus het was een spontane actie. We gaan naar de vierde genomineerde op de shortlist. Die is helaas niet aanwezig. En dat is Maxime Februari met zijn boek Doe Zelf Normaal. In Doe Zelf Normaal onderzoekt Maxime Februari de impact van digitale technologie op de rechtsstaat. Waardoor burgers steeds meer worden bekeken als datasets, waar met behulp van statistische analyse voorspellingen over worden gedaan. Het is de vraag of we ons gedrag nog kunnen blijven normeren. Dat is een hele goede vraag om hopelijk een andere keer ook met Maxime over verder te praten. Want die is er vandaag helaas niet. Ingrid Robijns, limitarisme. De laatste genomineerde die hier is, is Ingrid Robijns met een boek waarmee zij niet zo lang geleden al eens te gast was in Kunststof. Je schreef een boek over limitarisme, de gedachte dat de samenleving kapot gaat aan de superrijken als bezitters van de economie. De buitensporige welvaart van de allerrijkste vormt een gevaar voor de democratie en staat een duurzame toekomst in de weg. Daarmee pleit ze voor een maximum aan wat mensen mogen bezitten. Ja, dat is een mooie samenvatting. Ja, ik dacht wel meteen dat zullen de erfgenamen van Heineken heel erg leuk vinden. Ik zou heel graag met hen in gesprek gaan mevrouw over mevrouw Carvalho de Heineken. Ze kunnen mij contacteren en dan spreken we ergens af. Een pintje drinken. Nou, maar even voor de mensen die denken, waar heb je het over? Die heeft ontzettend veel geld. Afgelopen week was mevrouw Heineken in het nieuws over of ze wel of niet belasting betaalt. Het schijnt niet helemaal goed te gaan met het betalen van belasting. Is dat nou zo iemand waar je eigenlijk over je boek over schrijft? Ja, dus zij is echt een casus die ik in mijn boek had kunnen opnemen. Had ik geweten dat dus wat NRC helemaal heeft uitgeplozen. En dit gaat over... wat in eigenlijk de Engelstalige wetenschappelijke literatuur heeft daar een woord voor. Dat heet de Wealth Defense Industry. In Nederlands hebben we dat vertaald als de vermogensbeschermingsbranche. En dat gaat eigenlijk over juristen, accountants, die mensen die op de Zuidas zitten. En die zoeken uit hoe, als je heel veel geld hebt, je het zodanig kan opsplitsen. En dan heb je bijvoorbeeld niet een huis in Parijs, maar dan heb je een bedrijf in Parijs. En dat bedrijf heeft dat huis, waardoor je zo weinig mogelijk en liefst geen belastingen betaalt. Ja. En dan hebben we het over mensen die hebben een vermogen van 16 miljard, denk ik, dat NRC had geschat. Ja, dat is heel veel geld. En blijkbaar, als je dan zoveel hebt, dan voel je dus die druk of die neiging of wat het ook is, om toch maar te zorgen dat je geen belastingen betaalt. Op de achterflap van je boek staat: extreme rijkdom vormt een gevaar voor de democratie en staat een duurzame toekomst in de weg. Bovendien is rijkdom zelden een persoonlijke verdienste, eerder een kwestie van geluk. Kun je dat toelichten? Ja, die laatste zin is denk ik het filosofisch meest fundamentele. Dus mijn boek is gebouwd op inzichten uit allerlei disciplines. Ook heel veel empirisch onderzoek van politicologen, mensen die zich bezighouden met klimaat. Dus allemaal andere wetenschappers. Maar de vraag van verdiensten... is denk ik eigenlijk fundamenteel een filosofische vraag en dat gaat over ons zelfbeeld. En dus de vraag is, als je heel erg rijk bent, of je bent zelfs niet heel erg rijk, maar je bent gewoon materieel succesvol, kan je dan zeggen, zoals de neoliberale ideologie ons voorhoudt en dus eigenlijk onze cultuur in grote mate, dit heb ik aan mezelf te danken. En jij zegt van niet? Ja, ik denk dat toeval een enorm grote rol speelt in ons leven. En één keer dat je al die vormen van toeval, dus eigenlijk genetisch toeval, maar ook sociaal toeval en toeval van hoe de markt precies uitdraait, als je dat allemaal op een rijtje zet, dan gaan we toch, denk ik, iets bescheidener over onszelf nadenken. En dan kom jij met de term limitarisme. Wat is dat precies? Heb jij voorbeelden? Want het blijft nog een beetje abstract. Ja, limitarisme, het woord. Ik weet niet hoe vaak je het hebt moeten uitspreken voor het er rollend over je tong kwam. Maar ik weet dat het voor veel mensen is het... het is je zou kunnen zeggen, het is een lelijk woord, maar het is bedacht vanuit het idee dat we een stroming hebben die heet egalitarisme. En dus wat ik bepleit geen volledige gelijkheid. Je hebt natuurlijk wel gelijkheid van status als mensen, dus eigenlijk morele gelijkheid. Ik denk dat er redenen zijn, morele redenen, waarom we enige mate van ongelijkheid kunnen rechtvaardigen, maar dat er allerlei redenen zijn, waaronder degene die je net noemde, waarom er een grens of een limiet moet zijn op hoe groot die ongelijkheid kan zijn en ook op hoe groot dat vermogen kan zijn. Ja, dat klinkt een beetje alsof je een dief wilt worden van de portemonnee van mensen. Is het een soort communisme? Wat is het precies? Heb je voorbeelden? Ja, dat
ding van het spook van het communisme sterft blijkbaar nooit. Want het is heel, communisme, dat is eigenlijk een soort van categoriefout. Want communisme is een, tenminste hoe ik het in het boek gebruik, ik kan het natuurlijk zelf een definitie aangeven, maar is een economisch systeem waarbij collectief besloten wordt en eigenlijk dus de productiefactoren collectief, in collectieve handen zijn. En er dan bijvoorbeeld, ja, afhankelijk van of je het hebt over het reëel bestaande ooit communisme, heb je dan ook nog een dictatoriale overheid die beslissingen neemt. Daar heeft dit niks mee te maken. Wat is het dan wel? Het is het beperken van de concentratie van vermogen door bijvoorbeeld zo'n belastingsontwijkingsstrategie van mevrouw Heineken onmogelijk te maken. En dan heb je dus boven de 10 miljoen moet je inleveren. Wel, ik zeg in het boek, als een voorschot op een debat, ik denk dat we de samenleving zouden kunnen herstructureren en de economie herstructureren zodanig dat die ongelijkheden binnen de perken blijven. En ik zeg, oké, hoeveel zou je moeten hebben als maximum om die schade, die waarschijnlijk al op lager niveau begint, om die te minimaliseren, terwijl je toch nog ruimte houdt voor mensen die gemotiveerd zijn door geldelijke prikkels om te innoveren, bij te dragen enzovoort. Ik zeg, 10 miljoen. Natte vingerwerk, maar ja, toch. Oké, Marta. Omdat er helemaal geen onderzoek over bestaat. Maar dat zeg ik ook in het boek. Nee, maar dat bij is, wijze van debat. Ja. Maar wat ik vooral wil zeggen, het is niet 1 miljard. En dat is denk ik belangrijk in de internationale context. Omdat er in Amerika bijvoorbeeld mensen stemmen opgaan die zeggen, oké, die miljardairs, daar hebben we een probleem mee. Laten we zorgen dat niemand meer geld heeft dan een miljard. Maar een miljard is 1000 miljoen. 1000 miljoen. Jouw verhaal is, je boodschap is niet door de minste opgepikt. Piketty schreef iets in je boek, de New York Times. Overal, de Atlantic las ik gisteren nog een stuk in het buitenland. Er wordt erover gesproken. Wat vinden we hier? Jenny? Ja, ik vind het heel belangrijk wat Ingrid verkondigt. Dus ik ben een heel groot fan eigenlijk van jouw boek. Dus, ja, nee, en voor 10 miljoen wil ik wel mijn bed uitkomen, zeg maar. Maar ik had nog even een vraag, want ik heb je boek niet helemaal gelezen, maar hangt het ook samen met een basisinkomen, het idee? Wat je ook ziet van, als je dus mensen, dus natuurlijk ook mensen die zeg maar onderaan zitten, die als je zegt van nou, als al die mensen van boven dat vermogen ze een beetje inperken, dan kunnen we iedereen 3 ton geven als die 18 is en dan ja, dan kan iedereen beginnen. Ja, dus dat is een van de dingen die ik bepleit, is dat we ook erfenissen zouden limiteren. De hoeveelheid erfenissen en schenkingen die je over je leven krijgt, zou ook moeten gelimiteerd worden. En al de rest gaat direct terug naar de burgers, jonge burgers, want we hebben ook een generationele ongelijkheid. En daardoor krijg je een veel meer gelijk speelveld. Maar dat is niet echt een basisinkomen, daar noemen ze er zijn verschillende termen voor. Maar eigenlijk, ik denk dat achter jouw vraag zit nog een fundamentelere vraag. En dat is, hoe hangt die rijkdom samen met armoede? Ja. En economen van een bepaald slag, die de meerderheid zijn, hebben ons doen geloven dat als je de rijken maar rijker laat worden, dan lossen we armoede op. En dat is niet waar. Trickle-down. Ja, maar Marta? Ja, Ingrid wilde oneenigheid in dit gesprek, hè, maar ik ben het niet oneens, dus ik kan het u niet bezorgen. Kom op. Nee, sorry. Ik vind het een geweldig idee. Ik vind het bijna gek dat het nog niet eerder in deze vorm is gepresenteerd. Ik vroeg mij wel af, krijg je hier veel tegenstand rond? Zijn er ook mensen die echt heel erg stijgeren? Ik zou eigenlijk heel graag een bloemlezing willen publiceren van de e-mails die ik krijg. Oké. Nou, we hebben nog een paar minuten, want ik deed het natuurlijk net een beetje flauw, ook met communisme. Maar goed, iedereen hier in Nederland die zijn belastingaangifte invult, probeert een beetje te ontduiken, ziet hoeveel je betaalt. Er is ontduiken wel eens, of ontwijken? Nou ja, ontwijken. Ja, laat ik het zo zeggen. Verschil. Sorry, ontwijken, sorry. Heb je net een bekentenis gedaan? het gaat in mijn geval niet om zoveel geld, geloof me. Ik wil het best publiceren. Maar in ieder geval, begrijp je wat ik bedoel? Dat het, er heerst wel een sentiment dat er al heel veel wordt betaald. Dus wat zeggen mensen dan allemaal? Ja, nee, ik bedoel, als ze de e-mails die ik krijg zijn. Dus het grootste inhoudelijke argument is dat wat ik voorstel de economie kapot gaat maken. Maar daar is gewoon geen empirie. Dus er wordt gewoon van uitgegaan dat als je niet eindeloze prikkels toelaat, dat mensen dan niet meer zullen werken. Dus vandaar dat ik zeg dat mensbeeld is cruciaal. En daar moeten filosofen mee aan de slag. Maar ja, ik krijg ook heel veel e-mails van mensen die zeggen,
dat ik een idioot ben. En ik moet zeggen, we zitten hier in het gebouw van de UvA. De hoofdredacteur van de universiteitskant van de UvA had op Twitter gezegd dat zo'n mensen als ik, ja, die moesten ze maar aan de deur zetten. Dus, dat meen je niet? Ja. Dus je ziet wel dat er bepaalde... zonder argumenten, dus er wordt wel... er zijn ook wel mensen die dit... dus ik krijg beide reacties. Zowel reacties van mensen die zeggen van ja... obviously, gegeven alles wat het goede wat je zou kunnen doen als je minder ongelijkheid hebt. Maar je hebt ook mensen die zeggen van dit is absurd. Ja. En dan denk ik, als we in de samenleving deze uiteenlopende reacties hebben, dan hebben we een gesprek nodig. Ja. En waar zou het gesprek over moeten gaan? Nou ja, over zowel die gevolgen die die grote ongelijkheid en die extreme rijkdom heeft op de samenleving. En maar ook, denk ik, over... dus ik hoorde ook in jouw verhaal ook erg eigenlijk de onderliggende idee van het mensbeeld dat door het neoliberalisme is gevormd, wat er onder... Het individualisme. Ja, precies. En dus ik denk uiteindelijk wat we hebben gehad, is of je nu ideologie noemt of de dominante cultuur, die is gevormd door een aantal denkers trouwens ook. Dus denkers spelen een belangrijke rol. Zeg niet dat het mannen zijn. Het waren helaas mannen, maar het waren witte mannen. Dus ik weet niet of dat een beetje helpt. Ik denk niet dat dat heel veel helpt. Ja, maar dus mensen zoals Friedrich von Hayek en Milton Friedman. Ja. Trouwens, Ayn Rand was een vrouw, die heeft er ook een belangrijke rol in gespeeld. Ja. En die hebben ons denken gewoon beïnvloed. En daar zie je dus de belangrijke rol van denkers. Maar ook ten kwade vanuit mijn analyse. En Thatcher was trouwens ook een belangrijke. Maar hoe is dit dan ook makkelijk? Net zoals die wereld van mannen die medische wereld domineert. Hoe makkelijk is dit systeem? Open te breken? Want jouw boek ligt er, Piketty's boek ligt er, maar het lijkt nog een lange veldtocht. Ja, en maar wat we dus niet mogen vergeten is dat de neoliberale denkers die dan aan het begin lagen van uiteindelijk neoliberaal politiek en neoliberaal beleid, die hun boeken zijn uit de jaren 40. De Mont Pelerin Society, waarin ze elkaar gevonden hebben, is van 1947. Ze hebben uiteindelijk echt de macht gegrepen in eerst Amerika, Engeland-Amerika en later op een andere manier in Europa in 79 en 2 of 83. Dus je moet geduld hebben. Het probleem is... Dus er zijn heel veel mensen nu die bezig zijn met te denken van... Oké, hoe kunnen we de samenleving fundamenteel veranderen? Het probleem is, we hebben geen tijd. Want een van de argumenten is het ecologisch probleem. En we kunnen niet wachten met een ander sociaal-economisch systeem te hebben. Omdat de aarde gewoon voor heel veel mensen onbewoonbaar gaat worden. Helder. Ik wil nog even... Stefan, ben je er nog steeds? Heb je gedachten die je met ons wilt delen? Ik vraag me af hoe Ingrid zou denken, hoe ze staat tegenover het voorstel van Rutger Bregman in zijn laatste boek, dat het grote probleem misschien niet die rijkdom as such is, en dus het geld dat daar dan bij een kleine elite, om het zo te noemen, verzameld wordt, maar dat je eigenlijk die kleine toplaag zou moeten kunnen mobiliseren, zou moeten kunnen responsabiliseren om ook altruïstisch te zijn, om ook eigenlijk... vanuit de kennis, de expertise, de know-how die daar is opgebouwd, ook een bijdrage te laten leveren aan een meer egalitaire samenleving. Dus dat het niet gewoon is, we nemen geld af, we gaan zorgen dat het op 10 miljoen wordt geplafonneerd, maar dat je hen met hun geld eigenlijk meer bij de maatschappij betrekt en ook de talenten die daar zijn, dat je die dan kan inzetten. Is dat een argument dat zij enigszins kan aanvaarden? Of zegt ze van ja, dat is eigenlijk nog altijd diezelfde neoliberale logica, een andere vorm van trickle-down argument, dat je nog altijd hoopt dat het accumuleren van veel welvaart kan verzoend worden met een meer egalitaire samenleving die ook altruïstischer in elkaar steekt? Ik heb het boek van Rutger Bregman nog niet gelezen, dus ik kan alleen maar reageren op de samenvatting, Stefan, die jij geeft. Maar het probleem is dat wat we zien, is dat de meeste heel erg rijken, dat je niet gewoon een moreel appel kan doen op hen en zeggen van oké, geef nu je geld weg op een manier waarbij je ook de controle weggeeft en waarbij je je talenten ten goede inzet. Er zijn er een aantal die doen. Maar wat we eigenlijk vooral zien, is dat ze meer in het profiel van mevrouw Heineken zitten. Dat het echt geld accumuleren werkt als een verslaving. Die mensen zitten in hun eigen bubbel. En de rest van de samenleving ondervindt er de schade van. Helder. Ingrid.
Ingrid Robijns, Stefan, dankjewel. We kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar we gaan naar een uitreiking van een prijs. En daar wil ik geen seconde voor verspillen. Lieve luisteraar, we hebben 5 boeken besproken over het lichaam, over trots, over schoonheid, over technologie en over rijkdom. 5 boeken die laten zien dat filosofie nog steeds actueel en urgent kan zijn. Het is tijd om het woord te geven aan de voorzitter van de jury, Pieter Pekelharing, voormalig docent filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Beste mensen, we hadden een longlist van 20 boeken. Daar moest een shortlist van 5 boeken uit voortkomen. Dat kostte ons al enorm veel moeite. En u kunt zich voorstellen wat een moeite het niet kost om dan daar vervolgens weer het beste boek uit te kiezen. Wat ik wilde doen is even die verschillende boeken de revue laten passeren. En wat wij mooi vinden aan het werk van Robijns, en daar vinden we heel veel moois aan, is dat ze eigenlijk een westers filosofische traditie voortzetten die met de staat van Plato begint en nog onlangs in de Theory of Justice van John Rawls een hoogtepunt vond. Want wat onderzoekt ze? Wat maakt een samenleving rechtvaardig en hoe realiseer je dat? En in dat kader zet ze glashelder uiteen waarom er een limiet dient te worden gesteld aan de rijkdom die een individu bezitten mag. Waar Robijns op het gevaar wijst dat democratieën en plutocratieën veranderen, vreest Maxime Februari de opkomst van wat hij de datacratie noemt. Steeds vaker leveren mensen zich uit aan technologieën die onder de belofte van gemak en efficiëntie sluipenderwijs de beslissingsruimte, de beslissingsbevoegdheid van mensen overnemen. We vergeten volgens Februari hoe waardevol oneenigheid en discussie zijn. In een gecomputeriseerde wereld worden besluiten onzichtbaar gemaakt en daardoor zien we niet hoe vaak problemen eigenlijk waardeproblemen zijn die om een weloverwogen oordeel in plaats van een technologische oplossing vragen. In zo'n samenleving worden recht en moraal naar de marge verdrongen en loopt de democratie gevaar in een datacratie te veranderen. De techgiganten beloofden ooit een utopie waarin de gecomputeriseerde netwerksamenleving die ze hebben voortgebracht wordt het leven steeds dystopischer. In haar boek Nieuwe Lichamelijkheid tracht Jenny Slachtman op een andere manier na te denken over waarom en hoe mensen ziek worden. Ziekte en fysiek dysfunctioneren kunnen zich in Slachtmans woorden voor een verstoord ik kan zorgen. Maar, zo maakt ze duidelijk, niet-fysieke factoren in de omgeving kunnen dat ook. En aan de hand van tal van voorbeelden laat Slachtman in haar boek zien hoe wat iemand kan afhangt van de mate waarin, in haar woorden, belichaamde subjecten daartoe door de wereld verwelkomd, uitgenodigd en gefaciliteerd worden. Het knappe van dit boek is dat het een filosofisch begrippenapparaat levert op een andere manier over ziekte, zorg en het verschil tussen care, cure en preventie na te denken. Het ideaal van de schoonheid, zo laat Stefan Simons zien, staat al lange tijd onder verdenking. Niet voor niets gebruiken mensen bij twijfel vaak de uitdrukking dat iets te mooi is om waar te zijn. Wie echt de werkelijkheid wil weergeven, dient op zijn minst te laten zien hoe lelijk, hoekig, tegenstrijdig of verschrikkelijk die kan zijn. Mooi roept al snel associaties op met kitsch. Met voorstellingen die de werkelijkheid eerder camoufleren dan weergeven. Schoonheid zonder een greintje lelijkheid, daar gelooft niemand in. Zo ontstaat al gauw de gedachte dat zodra een werk een kunstwerk wordt, je mensen vraagt iets te bewonderen dat niet echt, maar net echt is. Kunst wordt dan een vorm van mooimakerij. Maar dat is niet de bedoeling van kunst. Hoge kunst streeft waarheid na. En als een voorstelling te mooi is om waar te zijn, dan moet het mooie er te willen van de waarheid af. Het gaat om echt, niet om net echt. Vandaar dat Simons het deel van het boek waarin hij de geschiedenis van de discreditering van de schoonheid in de kunst beschrijft, treffend dat het museum van de niet schone kunsten noemt. Maar helaas, met de schoonheid is het net als met het tuimelaadje. Hoe vaak je het ook een map geeft, het klap komt elke keer weer terug. En de lange geschiedenis van de schoonheid, zegt Simons dan ook, heeft me geleerd dat het ware weerwerk hiertegen nog het beste van al kan groeien vanuit de schoonheidservaring zelf. Vergeleken met de 4 andere nominaties zoomt Marta Klaes in op iets ogenschijnlijk simpels, een emotie.
Het mooie van haar boek is dat ze bij haar analyse consequent vasthoudt aan het perspectief van het individu. Geconfronteerd met een sterke emotie als trots is haar vraag: hoe moet ik hiermee omgaan? Wat betekent deze emotie voor mij, voor mijn naasten en voor de burgers met wie ik samenleef? Hoe moet ik met de emotie trots, hoe moet ik die waarderen? Vertrekkend vanuit het individu komt ze met een analyse die trots uiteindelijk met maatschappelijke ongelijkheid en iemands plaats op de maatschappelijke ladder verbindt. Ik kan de vraag hoe ik met een emotie als trots moet omgaan volgens Kleist niet pas goed beantwoorden als ik besef dat de manier waarop mensen naar zichzelf kijken niet enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. Zij die moeite hebben om trots te voelen, aldus Kleist, zijn juist de mensen die er het meest behoefte aan hebben. Geen sociale beweging die niet door herwonnen zelfrespect gevoed en voortgeduwd wordt. Geen gelijkheid als mensen daar met een letterlijke en figuurlijke ruimte voor maken. Het was heel moeilijk om voor het beste boek te kiezen. We hebben gekozen voor het werk van Kleist, omdat ze heel dicht bij het alledaagse leven staat. Ja, yes. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Marta Kleist. Marta, gefeliciteerd. Hoe voel je je? Ik was net nog aan het zeggen. Ja. Ik had de map zelf moeten maken, hè? Trots. Ja. De zaal riep het al. Je krijgt de beker. Oh, dankjewel. Wauw, geweldig. Dank u. Er zijn bubbels hier in de zaal. Ik wil iedereen in Spui 25 in Amsterdam bedanken. Maar ook Stefan Simons, Maxime Februari, Ingrid Robijns, Jenny Slatman en uiteraard Marta Kleist. Dank alle gasten. Fijn dat jullie er waren. Nog één keer applaus. Dankjewel, publiek. Volgend jaar is er weer een Socrates beker. En straks is er 5 dagen over de toekomst van windenergie hier op NPO Radio 1.